Nou, Jeffrey Sapong, dat was een fijn avondje NAC voor jullie. Ja, zeker. Als je tijdens 5-0 wint, is het alles wel heel goed, vond ik. Heel scherp, agressief. Waardoor je snel op voorsprong komt en de kans afmaakt. En dan is het wel een mooie avondje NAC. Ja. De zwakte van Go Ahead Eagles is de verdediging. Dat hebben jullie uitstekend blootgelegd, denk ik, vandaag. Ja, klopt. Dat is al van tevoren eigenlijk. En we wisten dat ze hoog druk zetten, dat ze moeilijkheden zouden hebben. Waardoor we snel de bal konden veroveren en snelle counter opzetten. En dat lukte wel goed vandaag. NAC zette lekker veel druk, speelde agressief. Ja, zo moet dat denk ik, met name thuis. Ja, dat resulteerde al in een 4-0 voorsprong bij rust. Ja, dan is die wedstrijd in feite al gespeeld. Ja, precies. Ik denk dat we de laatste wedstrijd dat goed doen. Ook tegen Heracles thuis en AZ thuis. En vandaag weer, ik denk dat we die lijn door moeten zetten. NAC scoort behoorlijk. Jij maakte er ook eentje vandaag. Die draag jij op, denk ik, aan iemand speciaals? Ja, zeker. Aan mijn dochter. Ik ben pas vader geworden. Pas vader geworden, ja. En hartstikke mooi als je doelpunt maakt vandaag. Pas een kindje. Je speelt hartstikke lekker bij NAC dit seizoen. Het leven ziet er fraai uit volgens mij voor Sapong. Ja, ik mag niet klagen. Nooit niet. Maar... Het gaat goed. De kunst is nu om dat vast te houden en door te blijven gaan. Deze overwinning voor NAC was ook een hele nuttige, want NAC had deze winstpartij nodig om zich wat steviger in die middenmoot te nestelen. Ja, klopt. Ik denk dat tegen Utrecht uit, dat het een dompertje was, waardoor we vandaag extra gedreven waren. En we wisten dat het zo belangrijk was dit zou worden. Dus ik ben hartstikke blij met de winst. Je zegt het al, hè? Tegen Utrecht was een mindere wedstrijd van NAC. Nou heb ik het gevoel, denk ik, dat weer rechtgezet is. Ja, zeker. Is dat belangrijk voor jullie? Absoluut. Ik denk, als je een wedstrijd verliest, wil je het altijd zo snel mogelijk goed maken en rechtzetten. En je kon zien vandaar dat we allemaal gedreven waren. En verdiend gewonnen hebben. Na de rust zag ik wel dat NAC met 5 man achterin bleef. Jullie dachten van, dicht houden achterin toch nog? Ja, nee, in de rust zeiden we van, hey jongens, we moeten gewoon door blijven gaan, scherp blijven en niks weggeven. En ik zag dat Go Ahead Eagles niks deed, waardoor wij ook niet echt haast hadden om aan te vallen. Maar ik denk dat we de tweede helft ook gewoon goed hebben gedaan. Speelt dan misschien ook nog in je achterhoofd dat je deze week nog 2 wedstrijden hebt. Dinsdagavond tegen Cambuur en vrijdag ook een hele belangrijke wedstrijd in Waalwijk tegen RKC. Ja, precies. Het zijn wat een drukke week. Maar we moeten nu goed herstellen en op naar dinsdag. De week is in ieder geval goed begonnen. Absoluut.